Kip Irma zit stilletjes in een hoekje van het kippenhok. Ze vindt het maar saai op school, nu er zo lang geen kinderen meer zijn. Ze hoopt dat de kinderen snel weer terugkomen en dat alles zijn gewone gangetje kan gaan. Maar opeens ziet ze iets opduiken op de speelplaats. Wie zou dat zijn? Het is de paashaas! Wat komt die hier doen? Vraagt ze zich af. Paashaas komt dichterbij en vertelt aan Kip dat de kinderen nog een tijdje zullen moeten thuisblijven tot het virus helemaal weg is. Hij wil hen komen verrassen en wil in elke klas een speciaal ei verstoppen. Hopelijk kunnen alle kinderen het vinden wanneer ze terug naar school mogen komen. Maar Paashaas weet de klasse niet en vraagt Kip om hulp. Samen gaan ze op pad. Als laatste brengen ze nog een bezoekje aan het speelbos. Dat ligt er nu ook verlaten bij. Maar oei, ze kunnen er niet in. Haas beslist dan maar om verder te gaan. Hij zegt dat Kip nog een tijdje in haar kop zal moeten blijven, maar dat alles goed komt. Ze zwaaien nog eens naar elkaar en Kip fladdert snel naar haar kot. Haas zet zijn reis verder en huppelt het bos in.